Nou, goedemiddag. Welkom. We gaan vandaag de New Direction Tackle Bite Alarm unboxen. Merk is vrij nieuw in Nederland. Al jaren wel in het buitenland bekend. Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ik heb heel veel unboxes gezien en presentaties in het Engels. Maar we hebben ook heel veel Nederlandse vissers, dus ik denk dat het wel eens leuk is om te kijken wat het is en hoe het eruit ziet en of het kwalitatief ja, wel wat is. Dus let's go! Ik ga jullie even een beetje neerzetten hier. Naar de piepers. Zodat jullie kunnen zien wat er allemaal in zit. Dus, ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Ja, natuurlijk iedereen doet dat altijd heel netjes openmaken, dus dat ga ik dit keer ook maar eens doen. In plaats van het open te scheuren. Oké, nou. Kijk, hier ben ik al, hier word ik al blij van. Want ik was wel bang dat het in een zacht doosje zat, maar daar komt al een hele mooie hardcase aan. Kijk, mooie hardcase. Ik heb zelf gekozen voor de 3-in-1 set. Ja, waar in Nederland mag je met meer dan 3 hengels vissen. Dat is erg uniek. Nou, ik zal eens even jullie mee laten kijken. Een handleiding. Met een mooi koord. Ik zal het even openmaken. Users manual. In het Engels, denk ik. Alle talen. Netjes. We hebben inderdaad zo'n een koord. Denk voor de sounderbox. Wat spare parts, rubbertjes, houdertjes. Denk voor het snel releasen op je rockpot. Even kijken, soundboxje. Ziet erg goed uit. Stevige schakelaar. Ja, netjes. Uiteraard 3 piepers. Met al wat kleine snack eerst erop. Daarbij zit ook gelijk standaard langere snack is, 6 centimeter uit mijn hoofd. Met daarbij, ja, gelijk LED indicatoren erop. Dus dat is wel heel erg super. Ja, het voelt echt ook super stevig aan. Het is geen Hubby Bubby spul, maar zo te zeggen. Echt keurig uit. Dat, ook voor de prijs die je ervoor betaalt. Ik ben voor de 3-in-1 set €300 kwijt. Ja, het is keurig. Wat ik ook in de recensies vaak wel lees is het nadeel wat ze aangeven. De batterijen. Je hebt daar een speciaal type batterij voor. Zie je die batterij? Ik heb er ook neergelegd. Ik ben het er niet helemaal mee eens. En waarom niet? Omdat een visser doet zijn huiswerk 9 van de 10 keer toch wel goed. Dus die zorgt altijd dat hij een extra setje batterijen bij zich heeft. Waaronder ik dus. Ja, dat je nooit zonder komt te zitten. Het voordeel is ook dat je ruim van tevoren geattendeerd wordt bij deze piepers. Omdat er een indicatie voor de batterij op je sounderbox zit. En ook op de app die je erbij kan downloaden op de App Store. Nou, ziet er keurig uit. Nou, we kunnen nog gelijk wel eens even kijken wat die doet. Nou, keurig. Je ziet de snackers ook
een indicatie geven. Een terugzakken. En een opkomen met twee verschillende tonen. Keurige volumeregeling. Berenhard zo te horen. Ook de roller is verlicht. Super gaaf. Wat ik ook heel mooi vind aan dit systeem is dat, mocht je nou gaan ingooien en je bent nog even bezig om je hengeltje weer in te stellen, één knop druk op de zijkant en hij maakt de eerste 30 seconden geen geluid. Dus je kan alles keurig mooi afstellen totdat je gereed bent. Hij gaat na 30 seconden automatisch weer terug in zijn luide modus, waarbij je dus weer actief kan gaan vissen. Ik weet niet of de 30 seconden al voorbij zijn. Dat kan ik nog meer vertellen. Wat ik zo allemaal weet. Automatische dag-nachtverlichting. Zoals je ziet, er zit een sensor op de achterkant. Zodra het donker wordt, gaat er een mooi lampje branden. Handig om 's avonds je spul te zien. Ook kan dit uitgezet worden. Of gewoon continu aan. Dat is de keuze. Maar er zit achterop een sensor die ervoor zorgt dat je weet... of dat hij weet dat het dag of licht is. Wat kan ik zo even 1, 2, 3 nog meer vertellen? Niet zoveel. Ik denk dat ik nog een mooie video ga maken. Met wat meer uitleg over het systeem zelf. En de Sounderbox uiteraard. Wat jullie zien. Het is keurig netjes allemaal ingepakt. Mooi degelijk setje. Gevoeligheid kan ingesteld worden. Verschillende kleuren snack is zitten erbij, keurig netjes. Moet heel eerlijk zeggen, ik heb het via de Nederlandse importeur nu besteld. Goede service, duidelijk. Uiteraard nu in het veld uit gaan testen hoe de rest is. Maar al met al zo, wat ik zo zie, ben ik er heel erg tevreden over. En we zullen zien wat ze in het veld gaan doen. Ik ben erg benieuwd. Er is een app beschikbaar, wat ik al zei. Ze hebben Bluetooth. Daarin kan je ook zien, als je een beetmelding hebt, welke hengel gaat eraf, welke kleur, hoeveel meter pakt de vis lijn mee. Ja, dat is gewoon super. Er zitten echt berenveel opties op. Wat ik zeg, ik ga een aparte video maken voor de Sounderbox. Want ja, daar zit zoveel op. Dus mooi setje. Goede kwaliteit, ziet er stevig uit. Ik ben er echt, echt wel enthousiast over. Mooie case. En mocht je nog meer willen weten, er komt nog een nieuwe video aan waarbij ik ze echt uitgebreid getest heb. Dus ik zeg tot de volgende keer. Night, New Direction, Bite Alarms. Tot ziens.